wat er vooraf ging in de vorige Game Wars. 3, 2, 1, slaat ijs. Dit is nog niet het einde van Kalverok. Kapitein Meidek laten zien dat Kaldrok niet komt bij koning Leon. Ah, de Galleon Halls. We zijn zo dichtbij. We hebben zo lang moeten reizen. We hebben een leger. Ik ben klaar om die verdomde orks voor eens en voor altijd een kopje kleiner te maken. Ah, het is zo lang geduurd. De adrenaline in mijn bloed pompt. Oké. Jongens, we zijn klaar. We gaan met kleine bootjes naar binnen. Ik denk dat het wel goed komt. Dat gaat nooit werken. Jouw plan is waardeloos. Die orks staan op de kade en schieten de hele boot kapot. Die orks zijn natuurlijk niet dom. Ze hebben de brug en de poort gebarricadeerd. Komt er nooit in. Maar er moet toch een manier zijn om dat stuk vreten daar weg te kunnen krijgen? Ja, Blackbeard. Ik weet het eigenlijk niet, want het is best wel moeilijk anders. Want jij zegt al, we willen met die boten naar binnen komen, maar er moet toch een manier zijn? Wacht eens. Die Blackbeard, die drank die je me toen gaf, wat is dat voor spul? Bubbeldrank? Hoezo? Is dat aanwezig op dit schip? Ja, een paar flesjes, maar je wilt toch niet... Dat wil ik wel, Blackbeard. Zo gaan wij de stad bevrijden. Oké, mannen, drink je die flesjes. Het is tijd dat we dit gaan overnemen. Huppakee, flesjes bij elkaar. Voor Era, volg mij. Oké, let's go! Oh, onder water? Wow. Dit blijft gewoon een vette manier van lopen onder water. Maar goed, we moeten geconcentreerd blijven. We moeten de orks slachten. Ik weet niet met hoeveel man ze zijn, of dat wij überhaupt met genoeg man zijn. Nou, iedereen blijkt het vol te houden zo te zien. Eens even zien waar we zo naar boven gaan. Ik snap ook niet dat ze hier geen barricade hebben gemaakt. We kunnen gewoon zo naar binnen lopen. Misschien moet ik zelf dit soort zogenaamde bubbeldrank ook maar gaan produceren in mijn steden. Het kan vrij efficiënt zijn tegen bestrijding van piraten, zeg maar. Maar goed, we komen er. Mijn zwaard is geslepen voor dit gevecht. En ik moet nog veel orks gaan doden. Laten we gaan. Oké, jongens, we kunnen hier naar boven. Eens even zien of er geen orks zijn. Oh, we worden beschoten, jongens. Oh, wat? Nu al? Ja. Oké. Pas op, we staan onder vuur. Ik wil twee mannen hebben die dekking gaan geven. Oké, Douwe. Ja. We moeten zo snel mogelijk naar het kasteel. Dat is goed. Ik denk dat het makkelijkste is om via de barakken te gaan. Oké, mannen, posities, klaarstaan. Oké, eens even zien. Jade, blijf doorlopen, je kan dit. Kom voor de bakker. Eens even zien, waar zijn die orks? Heb je ze al gezien, Douwe? Ja, ik zie daar een paar mensen die ze af en toe bovenuit steken. Ja, laten we die pakken. Dit komt wel goed. Eens even zien. Dus ze hebben het wel zwak verdedigd eigenlijk. Want als je zo ziet van hoeveel orks hier zijn. Het valt nog wel mee. Jongens, een beetje terugtrekken. Ik wil niet dat er straks een bataljon op... Oh. Oké, even zien. Oh, daar zijn ze. Schiet hem neer. Oké, nu zwaarden pakken, jongens. Zwaarden. Pak je zwaarden. Oké, goed zo. En doortrekken, jongens. Door. Daar is er nog één, of niet? Dit is er één. Maak hem af. Hier zijn ze. Maak hem dood! Oké, goed zo. Eens even zien, waar zijn er nog meer? Eens even zien. Hier zijn er nog meer! Lachter! Ik zie er één! Ik ga erop af! Volg mij!
Oh, fuck. Oké, ik heb hem neer. Oh, nice. Ik sta wel in de fik. Verdomd. Oké, oh, nog meer. Maak ze dood. Oh shit, ik moet nou echt een god op het zoek. Deze keer laat ik ze niet naar rust. Oké. Oh. Hier, hey. Maak hem dood. Oeps, ik sloeg iemand op het eigen. Oh, Jay zit vast in het net. Oh, hier, dan is er iemand dood. Hier, maak hem af. Die gast met die helm. Die ork. Nice. Oké, goed gedaan. Eens even zien. Wat is de snelste weg naar de barakken? Volgens mij gaan we de verkeerde kant op. Maar goed, ik ken hier de weg niet zo goed. Ik kom hier ook niet zo vaak. Ik heb ook niet. Eens even zien. Douwe, volg mij. Jij moet mijn rug dekken. Goed. Oké, eens even zien. Waar zijn... Hier is er nog één. Maak hem af. Jongens! Oké, hij is neer. Oh, hij is neer. Ja, ik heb hem neergeslagen. Zag je dat niet? Hier, nog één! Oké. Domd zeg. Ze zijn best wel sterk. Waar leidt dit naartoe? Eens even zien. We zitten hier nou bij de barakken. Ik denk dat het hier nog wel meevalt. Eens even zien. Oké, ja, hier zitten nog wel een paar. Pas op. Oh, ze staan, hij staat er één op de muur. Staat met pijl en boog te schieten. Ik ga nog maar. Maak hem af. Oké, jongens, ik wil dat jullie achter hem aangaan. Oké, hij is neer. Laten we nu het kasteel binnen gaan, jongens. We kunnen dit. We zijn er bijna. De Victoria is aan onze kant. Oh, hier, nog één. Ja, oké, die is neer. Verder nog meer? Volgens mij niet, hè? Zie je er nou nog een paar? Nee, ik ben die cruiser achterna gerend, dus... Ik denk dat ze voor de rest dat we ze nu allemaal wel hebben vermoord. Dus ik denk dat de victorie is voor ons. De Galleon Halls zijn van ons. Gadverdamme. Een hele zwaar zit onder het orkenboek. Leon, geef... Please, geef me je jas, hè. Wil je een beetje afstand houden? Ik vind het niet zo leuk. Het is ook een andere jas of zo. Aha. Ik heb een tijd zo lang niet meer gevochten. Dus dit wordt mijn nieuwe stad? Jouw stad? Dit is elfenterritorium. Jouw schat komt nog wel. Dus wat is het plan? Ik wil tegen de Etrifil boom plassen. Dat is pas sensationeel. Waarom wil je tegen mijn boom aan plassen? Nou, van mama mocht ik nooit in de achtertuin plassen, dus dan... Waarom ben ik opgeschoten met deze idioten? Wat zei je? Niks. Het plan is dat we de kanonnen binnenhalen en richting Elvengard gaan. Maar eerst moeten de scouts de weg verkennen en er kunnen overal orks zijn. Dus laten we eerst even op adem komen. Goed geslapen. Goed ouderwets bed. Ik ga maar eens even mijn gezicht wassen. Leon, je leeft nog. Ruben? Het is goed je te zien, man. Verloopt anders volgens plan. Ja, weet ik. Jazeker, Demi heeft de noorden van de hoofdstad bevrijd en maakt ze klaar voor de eindstrijd. Ik ben ook voorbereid. Dat is goed om te horen, maar ik hoorde gisteravond dat er nog een paar orks de grens bewaakten. Deze moeten we natuurlijk uitschakelen, maar ja, dat is gewoon nodig om de kanonnen eigenlijk in de hoofdstad te krijgen. Maar denk je dat we dat morgen kunnen veroveren? Is goed, ik zal morgen vroeg terugkeren en dan gaan we ons aan bevrijden. Oké, gegroet, succes. Gegroet. Oké, goed om Ruben weer te zien. Ik denk dat ik maar eens een hapje ga eten. Eens even zien, hier was het de trap langs. Gegroet, wacht eens. Eens even kijken waar we aan tafel kunnen schuiven. Goedemorgen. Goedemorgen, goed geslapen? Ja, zekers. Maar ik denk dat we de aanval toch maar tot morgen uitstellen. Ik ga even hier aan het hoofd zitten, vind ik toch wat fijner. Ik denk dat we de oorlog eigenlijk moeten uitstellen tot morgen, want ik moet nog wachten op mijn tovenaar. Wat? Ik ruik andermagie. niet helemaal. Hij heeft het zichzelf geleerd, via de tovenaarsschilden. Maar alleen een elf kan een magier worden. En wie heeft je dat verteld dan? Iedereen met een puur hart kan dat. Wat? Rubeloog? Hij heeft wat uit te leggen. Het was maar een grapje, maar we moeten alsnog wachten tot morgen, want we gaan hem nodig hebben, zeker weten. Oké, jongens, Smallmire,
ons tweede gevecht. Hopelijk kunnen we hier nog iets winnen, man. Oh, de zuidelijke landen... Leon! Hup. Koning Leon! Ruben? Wat is er? De orks. Mount Meyer. Ze zijn weg. Wat? Stuur de scouts. Ik wil details. Zet een bataljon klaar. Valou. Jongens, ik wil nu dat er een groep naartoe gaat. Kom voor elkaar. Ik ga wel even een kijkje nemen. Ik ben zo weer terug. Geen ork te zien. Waar zijn ze dan? Maken ze zich klaar om offensief te bieden? Nee. Als ze daadwerkelijk weg zijn, dat betekent dat ze stand houden in Elvengard. Ja, ik zag de laatste bataljon terugtrekken richting de stad. Maar ik weet niet precies waar. Verdomd! Als we ze hier een kopje kleiner hadden kunnen maken, dan zouden we makkelijker de hoofdstad kunnen aanvallen. Dit gaat nog zeer lastig worden. Nu ze hun volledige kracht op de hoofdpoort zetten, hebben wij geen schijn van kans. De poorten zullen gebarricadeerd worden. Leon, denk! Wacht eens even. Ruben! Ja, koning Leon. Jij moet naar Demi gaan. En je moet tegen hem zeggen dat hij bij zons... ondergang de stad van de andere kant moet gaan aanvallen. We zullen de hoofdpoort bezighouden terwijl zij aan de andere kant binnen kunnen komen. Het enige probleem dat eigenlijk nog overblijft is de rivier. Maar daar verzint hij wel wat op. Hij moet vanaf Embaria zijn slag slaan. Geen probleem, ik zal direct vertrekken. Wacht Ruben, zeg hem dat hij sterk moet zijn. Komt in orde, meneer. Noordelingen, piraten en resterende elfen. De tijd is gekomen dat wij dit land gaan bevrijden van de orks en al het andere kwaad dat hier schuilt. Andal heeft onze landen al te lang lopen bezweren met hun magie. Desondanks hebben we tot nu toe hun krachten kunnen temmen. Ik heb zelf Khaldrok al meerdere malen kunnen verslaan en ik weet dat jullie dit ook kunnen. Ik geloof erin. En nu we bij elkaar zijn gekomen om deze elfen te redden, ben ik niet zeker of dit mijzelf een opluchting zal geven. Meerdere elfen die onder hypnose zijn, zullen vallen. En misschien zelfs onze hertog wel. Maar, dit betekent nog niet het einde van dit land. Wat wij zullen bevrijden, zullen we herbouwen. En Era zal vol glorie gaan schijnen. Voor Era! Oké, jongens, we zijn al bijna bij de stad. Dit is de dag dat wij Era weer gaan bevrijden in de naam van alle elfen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. De hoofdstad, Elvengard. Hier heb ik en mijn volk lang... Oh, ze schieten al. Oké, jongens, ik wil een paar boogschutters achter de bomen. Gebruik de camouflage van de bomen. Probeer ze neer te schieten. Oh. Ze staan al in de toren, jongens. Geef dekking. Probeer naar binnen te komen. Als je geraakt wordt, probeer sowieso in de rivier te springen en dan probeer uit de rivier te komen, want dan ben je veilig. Dan heb je geen last meer van het vuur. Blackbeard! Ja? Waar ben je? Ik... Kom wat meer naar achter, je moet een meer open plek hebben. Je staat te veel naar voren. Geef hem dekking, jongens! Blijf naar boven schieten, zorg ervoor dat ze... Wat is er, Leon? Oh, sorry. Oké, hier. We moeten nou even uitkijken. Oké, heb je die magie nog die je hebt? Ja, zeker. Oké, probeer eens door die poort heen te blazen, zodat wij naar binnen kunnen. Dat is goed, hè. Oké, jongens, blijf dekking houden. Ik geef je dekking, Douwe. Oké. Ik moet even opwarmen, want dan... Ja, is goed. We moeten eens wat meer proberen te ontwijken. Okay, ik ga nu. Oh my god, ze zijn sterk. Huh? Ik ga nu. Oké, geef hem dekking, jongens! Huh? Wat? Ik krijg hem niet open! Waarom gebeurt er niks? Hebben ze die poort gehackt ofzo? Oké. Ik weet het niet. Er staat er niks... Kom terug, Douwe! Blackbeard, kom terug! Oké. Waar is Jade? Ach, kom hier, kom... Ja, hier, Jade, kom terug! Oh, man. Ah, dit wordt te gevaarlijk. Jongens, er staat niks anders op. We moeten er overheen of eronder door. Maar we hebben helemaal geen scheppen. Maar we hebben wel ladders. Dus ik denk dat we er maar overheen moeten. Kom op, blamzakken, eroverheen! We
Oké, mannen, we gaan de stad bestormen en hopelijk kunnen we de poort open krijgen. Ze zullen nu wel druk zijn met het barricaderen van de poort. Even zien, hierachter. Mannen, probeer via het bos te gaan, zodat ze ons niet zo snel kunnen spotten. Volg mij, mannen. Niet over het pad lopen, pas op. Kom op, jongens. Ze hebben ons door, ze hebben ons door. Oh, ik zie ze schieten, jongens. Schieten, jongens. Hoog paraat. Schieten. Oké, naar binnen, mannen. Oh shit, ik ben al bijna dood. Houd stand, Ruben, houd stand. Hier, Ruben, ik heb nog wel iets voor je. Een appeltje, dit werkt. Waar bent u? Ja, ik ben achter de bomen. Waar ben je? Oh, ik zie je. Hier, neem dit. Ah. Ik neem de andere. Dank u wel. Kom op, mannen, volg mij. In de naam van de elfen nemen wij terug wat van ons is. Kom op, blaas de poort op, mannen. Pak je TNT. Zoek dekking, pas op. Zo blazen ze de brug op. Oké, mannen, naar binnen, het is open. Ik ben al bij ze. Kom op, jongens, aanvallen. Ten aanval. Hier is er een. Kom hier, jij vieze vuile ork. Waar zijn ze? Hier. Oh, shit. Pak aan. Jongens, kom op bij elkaar. Hier. Oh, shit, er zijn orks. Pas op, jongens, hier. Maak hem af, jongens. Zijn jullie? Hier in de stad, kom op, kom hier. Oh, ik zie jullie. Oké, mannen, waar zijn jullie? Gaat het goed, Ruben? Eentje naar boven, jongens. Ja. Oké, hier naar boven, mannen. Loop alleen een beetje in het vuur. Ik wil hem dood hebben, kom op. Oh, dat ging goed. Ah, kan er niet bij. Wat een mooie magie, Ruben. Het gaat lekker. Dank u wel, mijn heer. Alleen ik had heel veel mana, dus ik moet er zuinig mee zijn. Even zien. Oké, ik ga hier de poort op, mannen. Ik heb hem. Oh, ik volg u, mijn heer. Even zien. Zijn hier nog orks? Volgens mij niet. Oké, het is tijd dat we verder de stad in trekken. Oh, pas op. Ik kan het wel handelen. Ja. Oké, mannen, laten we de stad in trekken. Kom op, jongens, kom op. Kom op, jongens, deze kant. De overwinning is aan onze hand. Oké, mensen, we zijn er allemaal bij elkaar. Er is één methode om naar binnen te komen. En dat is dat we over die muur gaan klimmen. Ik gebruik nog even dit ding, want dit is de laatste die ik heb. En dan moeten we maar gaan. Kom op, jongens. Voorjera, volg mij. Mensen met ladders, kom op, vecht. Ah, ik zit vast. Verdomme spinnenwebben. Ze hebben dit zo goed gebarricadeerd. Blackbeard, volg mij. Ja. Ah. Oké, we zijn bijna binnen. Probeer de ladders eromop te komen, jongens. Kom op, naar binnen, naar binnen. Ik zie ze al terugtrekken, die vuile orks. Kom op, jongens, naar boven. De muur is van ons. Dit gaan we winnen. Demi is op zijn plek gekomen. We hebben de muur veroverd. Dit is onze slag. Kom op de stad in. Kom op. Oh. Oké, weer die verdomde speer. Ik zit weer vast. Verdomme. Oké, jongens, de stad in. Kom op, kom op. Oké, jongens, we zijn binnen. Oh, het voelt goed om weer terug te zijn. Laatste keer dat ik hier was. Oh, pas op, jongens, daarachter, ze schiet op ons. Ik sta aan de fik. Ik moet een potion nemen. Waarom heb ik die golden apples nu al gebruikt? Oké, jongens, zoek een plek waar je schuil kan houden en verslag die laatste orks af. Ik zie er nog een paar bij de poort staan. Schiet die daar beneden eerst neer. Kom op, jullie kunnen het. Oké, pas op, Jade. Ga niet voor me staan. Oh, er springt er één naar beneden. Oké, Valou. Pas op. Valou, blaas die poort op nu. Blackbeard. Terug. Je mag niet vallen in deze strijd. Nee, dat zou zeker niet gebeuren. Niet zoals de vorige. Oké, jongens, naar binnen. Kom op, storm die poort in en naar binnen, jullie. Nee. Ik heb bijna geen bloks meer, man. Oké, we zijn binnen. Pas op dat je niet in de fik staat. Ren naar binnen. We hebben deze stad bijna in onze macht. Kom op, jongens. We zijn er bijna. We hoeven alleen nog het kasteel over te nemen en we zijn er. Oké, nice. Oké, en Marktplein. We zijn dichtbij.
Volgens mij is Damien hier ergens. Ik voel het gewoon. De krachten van Razor Blackshift. Huh? Damien! Koning, het is goed u te zien. In levende vorm. Uiteraard, generaal. De reis heeft lang geduurd, maar het is er vruchten afgeworpen. Laten we voor eens en altijd een eind maken aan deze duistere krachten. Ja, zeker. Mijn paleis. Laten we het bevrijden. We zullen overwinnen. Ik wil 2 man mee. De rest van jullie verslaat de laatste bataljon orks. Blackbeard, Jade. Dit handelen Damien en ik wel af. Vernietig de laatste orks en dan regelen we jullie betaling. Kom voor elkaar. Laten we gaan, jongens. Damien, Lucas, Valou, meekomen jullie. Hoe gaan we dit in hemelsnaam uitschakelen? Laat mij eens mijn zwaard gebruiken. Nee, dat werkt niet. Dacht jullie echt dat je zomaar deze indrukwekkende machine kapot kon maken? Sam! Sam! Je kan hem overtreffen. Breek je los uit die hypnose. Je bent sterker dan hem. Zwijg! Deze persoon die jullie Sam noemen, staat onder mijn controle. Laat hem gaan. Hij heeft hier niets mee te maken. Laat mij maar. Ik ben korter met hem dan al. Ik denk dat ze alles zijn. Lucas! Nee! Jij zult boeten hiervoor. Jij bent zwak, Leon. Zwak, zeg ik je. Wacht maar. Leon, aan de kant. Damien, wij hebben nog wat af te handelen. Pak aan! Damien is een zwakkeling. En ik zal hem laten doodgaan. Laat Sam gaan! Voordat ik deze man laat gaan, moet je me eerst in stukken snijden, zodat zijn ziel vrij zal zijn. Nooit! Zwaartechnieken zijn geweldig. Nu snap ik waarom mijn meester jou niet kon verslaan. Laat hem gaan. Je bent verslagen. Zoals ik net al zei, als dit lichaam in stukken gesneden is. Nee. Deze man zal eerst bloeden voordat je hem zou kunnen bevrijden. Voordat je mij ooit zal kunnen verslaan. Zal ik heel deze stad vernietigen? Nee, niet Damien! Sam, dit is de enige manier. Ik kan niet meer mensen laten vallen. Je zou hetzelfde doen in mijn schoenen. Ik moet nu naar Damien. Hij kan het niet veel langer volhouden. Ah, hij is te sterk. Deze is te sterk. Hij is immuun voor magie. Jullie kunnen mij nooit verslaan. Mijn aantal magie is te sterk. Niet als het aan mij ligt. Damien, neem mijn zwaard. Razor, het is tijd. Dit
Angst is je zwaktepunt. Je hebt in deze wereld genoeg kwaad verspreid. Het is tijd voor jouw ondergang. Het is tijd voor jouw einde. Heb je nog laatste woorden, Razor? Dat verdomde elfenzwaard. Sterf! Demi, we moeten nu gaan. De boel gaat instorten. Ja, laten we gaan. Er is geen tijd te verliezen. Het is een zwarte dag in de geschiedenis van Era. Een hertog gevallen in de strijd tegen het kwade. We zijn bij elkaar gekomen om deze vent te eren. Voor alles wat hij heeft gedaan voor dit land. Sam was een hertog van Era. Een ware elf. Hij heeft zijn best gedaan om de zuidelijke landen van Era te leiden. Zijn manieren waren zacht en succesvol. Hij hield het contact tussen Eros en Era in stand. En heeft ons land daardoor veel welvaart geleverd. We zullen hem herinneren als een held, een leider en een elf met een puur hart. Demi, mag jij de stapel aansteken en zijn lichaam naar het Hinamas brengen? Jongens, salueer! En schiet de kracht van Era met je boog. Jongens, hier is jullie welverdiende goud. Jullie hebben het verdiend. En mogen jullie een goede reis naar huis hebben. Appeltje eitje zou ik zeggen. Nu kan ik eigenlijk die mooie rode roeiboot voor mijn moeder kopen. Wat zeg ik? Ik kan hem beter gewoon stelen, dat is veel goedkoper. Ja, oké. Ik denk dat het tijd is dat jullie maar naar huis gaan. Jullie boten staan in de Galleon Halls. Succes met jullie reis terug. Demi. Ik denk dat het beste is dat jij ze gaat begeleiden. Ja, koning. Tot ziens. En mogen jullie een fijne reis terug hebben. Dan kan ik eindelijk weer naar mijn troon. Era. Eindelijk is de tijd van oorlog bij. De resterende orks zijn gedood. En de elfen zijn weer blij en trots om in Era te wonen. Ik denk dat ik de vogels maar eens weer wat te eten ga geven. Daar heb ik wel zin in. Gegroet, wachters. De fontein, de tuinen. Het geeft gewoon een heerlijk gevoel om hier weer te komen. Alles bloeit. De lente is begonnen. Geen vijanden die ons lastig komen vallen. En Andal is verslagen. In ieder geval... Koning Leon! Huh? Wat? Huh? Gegroet, kapitein Meinert. Welkom in Era. Nou mensen, dat was hem dus. De finale van King Wars seizoen 2. Ik hoop in ieder geval dat jullie ervan genoten hebben. Het heeft ontzettend veel tijd gekost om dit natuurlijk in elkaar te zetten. Ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook even kunnen belonen met een duimpje omhoog. Maar goed, dit is nog niet het einde van het seizoen. Want het seizoen gaat nog verder op het kanaal van Mijnert. Zoals jullie misschien weten is dat mijn stuk voor het de midseizoen finale heeft gespeeld van Mijnert. Dus eigenlijk wat er nou gaat gebeuren in de vervolgstapjes is te zien op Mijnert's kanaal. Wil dat dus ook? Klik eventjes op het linkje dat ergens hier in beeld staat, weet ik veel waar. En ik hoop in ieder geval dat jullie nog kunnen genieten van een seizoen 3 wat er binnenkort ook aankomt. We zijn er druk mee bezig op dit moment, dus blijf in ieder geval een beetje op de hoogte. Dus abonneer natuurlijk op de kanalen die in de credits worden genoemd en die gaan nu dus volgen. Doe natuurlijk nog even een duimpje omhoog en bedankt voor het kijken mensen. Later. Oh,
It's meant to be.